Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Wij hebben vandaag hunterwedstrijd voor de tweede keer. En ik ga hen zo nu op de vrachtwagen zetten. Ik sta nu in de vrachtwagen en wij zijn dus aangekomen op het terrein bij Stal Groenendaal. Ik heb net mij aangemeld, betaald en eventjes het parcours bekeken wat ik moet rijden. Ik doe mee in de Green Hunter en dat is dus een categorie voor onervaren ruiters en ponies. En mijn parcours is twee keer hetzelfde, wat echt super chill is. En die heb ik net bekeken. Er staan geen nummers bij de hindernissen. Waardoor je van tevoren altijd heel goed moet kijken of het parcours uit je hoofd moet weten. Dus dat heb ik gedaan. En nu ga ik hen zo opzadelen. Zoals je ziet heb ik mijn jasje al aan. Ik moet nog even mijn nummerbordje omdoen. Met het touwtje. En dan ben ik volgens mij over 40 minuten.
En graag de lichtbaarheid bedankt en daarbij de lichtbaarheid. De mensen van de jury gaan graag door. Maar we gaan naar de galopvoorgang naar de galop. Snel afgezadeld en staat dus nu ook in de vrachtwagen. Die zijn we niet vergeten, gelukkig. En dan kan die lekker op stal zo meteen. Nou, ik vond het vandaag echt super kut gaan. Maar ja, het kan niet altijd goed gaan. Het was gewoon ja, niet echt onze dag sowieso. Maar ook nog wel wat andere omstandigheden wat het niet echt heel optimaal maakte. Nou, heeft Henzo het op zich helemaal niet slecht gedaan. Het was vooral ook, ja, wel factoren van buitenaf en ook ik die het niet helemaal goed deden. Maar ik ben op zich wel tevreden, soort van een beetje. Maar ja. Henza staat op stal en misschien hoor je het wel, ze zijn allemaal aan het hinneken. Ik ben nu Henza's eten aan het maken. Dat is een soort van slobber, dat zit hieronder. Met muesli en hier nu wat supplementen. En nu doe ik er nog wat luzerne. Dit is luzerne. Doe ik er nog wat luzerne doorheen. En dat krijgt hij dan. Hè, Henza? Dit is dan het resultaat als ik het door elkaar heb gemixt. Ja, Henza, het komt eraan. Hij is echt heel ongeduldig. Zo. In de servoerbak. En dan kan die lekker eten. Ik ben nu thuis en ik wou nog even wat toelichten over wat ik nou van de wedstrijd vond. Nou ja, ik ben dus niet helemaal tevreden. En dat komt niet echt door hoe Henzo het deed. Want hij deed echt wel hartstikke goed zijn best. Maar vooral door gewoon de omstandigheden dus en hoe ik reed. Nou ja, het ging... het begon al... Dat, ja, net voor ik de ring in moest, het een beetje gedoe was met de hoogte weer. En wanneer ik de ring in moest en gedoe.
Nou, toen ging ik mijn eerste rondje rijden en hij vond de bak best wel spannend in zijn eentje. Nou, snap ik echt compleet. Dus daar hadden we wat, soort van foutjes door. En ook wel gewoon door mij foutjes met aangalopperen bijvoorbeeld. Dat ik hem niet attent genoeg had gemaakt en zo. Nou, voor de rest was het op zich wel goed. We hadden veel misafstanden, kwam gewoon echt ook door mij. En toen het tweede rondje, toen, dat had je kunnen zien, was hij bang bij één hindernis waar ik niet overheen moest. Maar daardoor kon ik niet meer naar mijn eigen hindernis. Dus toen even een voltetje gedraaid. En voor de rest ging dat parcoursje wel weer beter dan het eerste parcoursje. Maar ja, nog steeds niet heel tevreden. En toen was ik dus klaar met mijn twee rondjes. En toen, ik zat met z'n vier in de categorie. En toen gingen de paarden, want het waren twee ponies en twee paarden. En toen mochten de paarden opeens soort van baan verkennen. Dus voor hun parcoursen mochten ze nog de ring in. Nou, en toen dacht ik echt, nou, dit is gewoon niet eerlijk. Want ik mocht niet baan verkennen, we zitten in dezelfde categorie. En zij opeens wel. Nou ja, ik vond dat echt niet oké. Maar ja, hun twee hadden dus ook telkens hoger dan ik geëindigd. En ook dan het andere meisje met een pony. En ja, de uiteindelijke plaatsing, dat boeit me niet heel veel. Maar als ik baan had kunnen verkennen, dan had ik wel waarschijnlijk een fijne rondje kunnen rijden voor mezelf. Dus dat vind ik gewoon balen. Maar ja, dat weet ik weer voor de volgende keer hoe ik daar dan misschien beter mee om kan gaan of iets tegen kan doen. En ja, voor de rest ben ik gewoon trots op hen zo. En zien we de volgende keer wel weer hoe het beter zal gaan. En voor nu wil ik deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie het wel een beetje een leuke video vonden. En dan tot de volgende keer. Doei!